Hey, binnenkort start het tweede seizoen van Spitsbroers en speciaal voor deze gelegenheid heb ik de regels van de Gouden Schoen een klein beetje aangepast. Want wie ons hier vandaag het warmst kan maken voor dat nieuwe seizoen, die gaat naar huis met de enige echte Flair Gouden Schoen. Geef me nog een kans. Waarom moeten jullie naar het tweede seizoen Spitsbroers kijken? Het is eigenlijk voor de hele familie. Dus jong, oud, voetballiefhebber, maar ook voetbalhater. Je ziet het eigenlijk allemaal graag. Voor de sensationele beelden die in het voetbalstadion zijn gemaakt. Maar tegelijk voor de hele integere, mooie, gevoelige verhaallijnen die er ook in zitten. Heel veel blote mannen, heel veel blote vrouwen en heel veel Louis Talpen. Gewoon kijken, dat is een heel, echt keiknappe Hollander. Manuel Broekman. Ik ben wat ouder geworden, meer rimpels gekregen, vandaar de pet. Manuel Broekman is een zeer goede acteur, super fijne gast. En hij komt de show stelen en is fantastisch. Wat doet die kut Hollander met mijn nummer op zijn rug? Ja, ik speel Andy Vonk. In Vlaanderen zeggen ze Andy. Andy Vonk. Het is een jongen die hij komt van de straat. Echt zo'n beetje een Zlatan type. Kijk maar op internet, Zlatan Ibrahimovic. Dat is een jongen die een ongelooflijk grote bek heeft, in een nieuwe wereld komt. Heel getalenteerd is, maar wel een gevoel heeft van don't fuck with me. Je hebt alles kapot gemaakt. Ow, ow, open up the door. Maar de reden waarom dat zeker het vrouwelijke publiek moet kijken, is het feit dat hij een heel jaar lang heeft getraind en hij heel vaak half bloot in beeld zal zijn. Dus dank u met deze prachtige gouden schoen. Ik ga op aan toevoel. Het past wel bij u. Ja, dank u. Is er een groot verschil dan tussen het eerste en het tweede seizoen? Ja, ik vind dat de focus anders ligt. Ik vind dat bij het eerste seizoen dat je meer vanuit de voetbal vertrok en alles wat daarbij kwam kijken. En nu vertrekt je meer vanuit personen en vanuit hun belevingen. En voetbal is er natuurlijk een groot deel van, maar je zit meer in die persoonlijke vibe dan op die voetbaltrip. Zo. Right, top. Ik ben hier. En we komen straks terug naar de... Oh, burn! Spitsbroers for life. Ik heb net met de jury kort bijeengezeten en we hebben een winnaar gekozen, dus ik ga hem nu eens blij maken. Hè? Manuel, ja, jij bent onze trotse winnaar geworden, alsjeblieft. Ja. Hou op. Ja, wat gaat er door je hoofd? Matching. Hij is matching met mijn outfit, maar wat tof. Dankjewel. Ga je hem thuis een mooi plekje geven? Ik ga hem heel, ja, als een mooi aandenken. Niet in de vuilbak smijten. Maar ik... Niet in de vuilbak smijten. Natuurlijk niet, ben je gek. Nee, dankjewel.